Gerry Postma is een paar jaar geleden overleden. Hij is geboren in 1932. Hij stond in Groningen bekend als de Groninger Karel Appel. Hij heeft bittere armoede geleden tot ongeveer zijn 60ste verjaardag. En toen, plotsklaps, all of a sudden, waren overal in Nederland mensen die zijn kwaliteit erkenden. En toen heeft hij de laatste jaren van zijn leven heeft hij in een Porsche rondgereden. En hij maakte elke dag 1 of 2 schilderijen en kon daar heel goed van leven. Hij had wel een hele hoge productie. Want hij zat eens een keer bij mij in de galerie. En toen zei hij, dat was tegen de kerst. En toen zei hij om 5 uur, ik moet naar huis, want het is 5 uur. En ze komen om 7 uur 50 kerstpakketten halen. En toen moest hij nog 50 gouaches maken. Ach. En dat lukte hem dus in 2 uur tijd. En omdat er zoveel van is, is zijn werk ook nooit zo heel veel waard geworden. Maar deze, een beetje materieachtige ets, zou ik toch willen waarderen op ongeveer 250 euro. Leuk. Mijn moeder zei altijd, daar mag jij nou in zitten, want daar heeft mijn grootmoeder ook nog op gezeten. Dus het is van mijn overgrootmoeder waarschijnlijk. Het is een iepenhouten korenaarstoeltje. Nou zijn korenaarstoeltjes van iepenhout, dat is ongeveer het meest Hollandse wat je kan hebben. En dan spreken we omstreeks 1800, 1810. Nou, iepenhout is een houtsoort wat bijzonder geschikt is om daar stoelen van te maken. Want het is een hele taaie houtsoort. En bovendien, na verloop van die tijd, gaat het een hele mooie goudgele kleur krijgen. Dus het is een heel aantrekkelijk iets om te hebben. Rond de kerstdagen houden ze op het Loo die tentoonstellingen van al die gedekte kersttafels. En dan komen daar grote sets stoelen om tafels die ze gedurende het jaar door niet tentoonstellen, maar wel als die eettafels er staan. Dat zijn heel vaak iepenhouten stoelen. Al dan niet met koraren. Maar ik heb nog nooit een origineel iepenhouten koraren stoeltje gezien als kinderstoeltje. Het is helemaal goed, heeft pen- en gatverbindingen, dus het is een gegarandeerd antiek stoeltje. Tegenwoordig kun je 6 van die koraarstoelen soms kopen voor 2000 euro. Het is echt schande, maar dan moet je dus boenen en wrijven en dus dat op gaan knappen. Ja. Ik vind het stoeltje ook 2000 euro waard. Kijk aan. Zo. Geweldig. Leuk. Deze is een Persische riem eigenlijk. Die gebruiken gewoon bij de bruid om aan te dragen. Oh ja, dus de bruid had dat om haar kleed of zo? Ja, vroeger eigenlijk waren we gewoon zoals cadeautje ook geven voor die bruid eigenlijk, bij die huwelijk. En zo met mooie figuren eigenlijk. Is dat iets uit uw familie of heeft u dat gekocht? Nee, ik heb gekocht eigenlijk. Ja, u bent de verzamelaar van de... Ja, ik vind die oude dingen eigenlijk leuk en zo. Ik heb van iemand heeft gekocht in Duitsland, van de vloeimarkt. Ah, op de vloeimarkt ja, in Duitsland? Ja, op de vloeimarkt heeft hij gekocht eigenlijk en daarna heb ik van hem gekocht. Oké. Ja. Nou, dat heet al gauw een verzamelaar, ja, toch? Als je ja, een paar van die dingen koopt. Ja. Ja, ik heb ook voor dit eigenlijk bijna 450 euro betaald. Maar u viel erop en ik kan me voorstellen... Want ik vind het wel mooi en prachtig. Mooi. En mooie figuurtjes, allemaal zo kleine beeldjes eigenlijk op die e-mail. Ja. Ja, en zo fijntjes, hè? Ja. En het lijkt erop alsof er een heel verhaal verteld wordt, hè? Ja. Dat gaan we denk ik horen van meneer Polak. Want ja, die heeft meer verstand van... Die heeft ervoor doorgeleerd, ja. Geloof ik. Welk sprookje staat hierop? Ja. Het is totaal geen sprookje. Oh. Het is ook niet de realiteit. Het is een centuur die eigenlijk samengesteld is uit allerlei miniaturen. En die miniatuurschilderingen die worden gemaakt voor boeken, maar die worden ook gemaakt voor albums. En vaak heb je albums, dan sla je het op en dan zie je een historische afbeelding en een gedicht ernaast. Dan sla je weer verder en dan zie je een diervoorstelling, dan ga je weer verder, et cetera. Dus ja. Het heeft vaak niets met elkaar te maken. Vaak wordt het verzameld in een album. Er zijn natuurlijk ook boeken, maar dan heeft de miniatuur meer een ondergeschikte functie. Illustratie. Dat is de illustratie van de tekst. Soms ook over het langste tekst een beetje. Zoals wij dat ook in de middeleeuwse manuscripten hebben. Ja. Mm-hmm. Nou, het mooie van dit is dat het niet op papier is, maar dat het dus op rood koper is. En dit is email paint en dan schilder je met email. De miniaturen die hierop staan zijn eigenlijk allemaal schilderingen die je kan vergelijken met de 17e eeuwse schilderkunst, eerste kwart 17e eeuw, van Perzië. Mm-hmm.
als we nou deze mooie plaatjes kijken, dan zie je helemaal die 17e eeuwse stijl van Isfahan. Maar het is 19e eeuws. Het is 19e eeuw. En dat kunnen we zien aan de andere plaatjes die ertussen zitten met de decoratieve ornamenten en de dierenplaatjes. In die 18e, 19e eeuw krijg je dus dat men die emaille techniek ontwikkelt voor juwelen, oorhangers en ook hele mooie bekers en dingen waar je dat op hebt. Nou, dit is dan een gordel. Aan de achterkant, dat is technisch, is hij ook geëmailleerd, alleen even. Omdat namelijk als je het in de oven doet, trekt dat emaille. Dus je moet de andere kant ook doen, dan krijg je een evenwicht tussen voorkant en achterkant. Waardoor het niet afspat. Waar kunnen we aan zien dat het 19e eeuw is? Dat kunnen we natuurlijk zien aan deze motieven die we hier zien. Decoratieve motieven. En wat typisch Qajar is. En Qajars, dat zijn de keizers die dus regeerden in die 18e en 19e eeuw. Is dit. Dat is een heilige, een soefie die daar zit. Met een leerling die natuurlijk onderwezen wordt. En dat zijn echt die typisch romantische 19e eeuwse kleuren die je in de miniatuurschilderingen ziet. Het is gesigneerd. Er is er één bij en die heeft een klein signatuur. Ja. Het is ook nog helemaal, voor zover ik dat ook zo gauw kan zien, ook nog gaaf. Hè? Nou, er zijn dus, als we hier kijken, dan zien we dus dat een rand doorloopt. En als we bij deze kijken, dan zien we dat de rand aan de rand iets beschadigd is. Hmm. Misschien iets gechipt. Het is wel gebruikt eigenlijk. Het is gebruikt. Het is wel gebruikt. Ja, het is gebruikt. Dan blijft er nog één ding over natuurlijk. Hè? Ja, wat is het waard? Ja. Ik weet wat u ervoor betaald heeft. 450. Dat heeft u net verteld. 450 euro heb ik voor betaald eigenlijk. Nou, ik denk dat dit toch 3.500 euro waard is. Zo. Mooi. Gaat u mee morgen boodschappen doen met mij? Denk, ja, ga ik zo meteen. We hebben hulp gehad hoor, van een paar sterke mannen hier. Het is wel een heel geslepen, dames. Een heel geslepen, ja. Ja, we hebben er wat voor over, wat dacht je? Maar vind je het niet mooi? Ga zo omhoog kijken. Ja. Nee, nee, het is nederigheid. Wij hopen hier nederigheid van te leren. Het is de Bijbelse Rut, hè? Die aan het Aren lezen is. En die heb ik gekocht op Marktplaats. En nu ben ik dus heel benieuwd wat die waard is. Wat heeft u ervoor betaald op mijn Marktplaats? Nog geen 400 euro. Mijn dochter zei dat is de schrootwaarde. Een heidelandschap van een schilder die ik zeer zelden tegenkom. Aan de onderkant zien we zijn signatuur. Elias Sterk, 1907. Het schilderij komt uit uw bezit. Ja. Heeft u het uit familiebezit? Uit de familie, ja. Ik heb het gewoon geërfd. Ja. Het is op doek geschilderd. Het is in hele goede staat. Hij is overleden in 1933, hè, deze schilder. Hij is geboren in Rhenen trouwens, 1849. Dus hij is precies opgegroeid in de tijd dat de Haagse school groot wordt. Dat hij van beroep eigenlijk apotheker was. Uit Amsterdam, ja. En later is hij tandarts geworden. In 1906, dan zit hij in Laren. Nou ja, dat is duidelijk wat het hier voorstelt. Hè. Dit is de heide bij Laren, bij Blaricum. Ja, dat zo, ja. Hij was autodidact, dat wil zeggen dat hij helemaal geen les gehad heeft. En eerlijk gezegd, als we nou naar dit schilderij kijken, is een verbluffend goed schilderij. Dat spoor van dat landweggetje, die prachtige sfeer hier van die boom in herfsttooi. Heel mooi de diffuse licht hier achter die smalle boompjes. Ik vind het een ongelooflijk sfeervol en goed getroffen schilderij. Ja. Ik denk eerlijk gezegd dat dit schilderij waard is een bedrag ergens tussen de 3.000 en de 4.000 euro. Nou, dat kan. Heeft u die ook thuis hangen aan de muur? Ja, vijf stuks. Vijf stuks zelfs? Ja. Wat ontzettend aardig. Ja, ze werden inderdaad in grote getalen gemaakt. En dit was de normale manier van het decoreren van een huis. Ja. Dus je hing of een schilderij aan de muur, of je hing een serie bordjes aan de muur. Of zelfs hoe het in die tijd ging dat het op een richeltje werd gezet, op een randje werd gezet. En dan stonden ze gewoon met z'n allen, met z'n allen in. Ja. En als ik zeg in die tijd, dan praat ik over de 18e eeuw. Dit is een bordje uit de tweede helft van de 18e eeuw. En dat zien we. Ja, inderdaad. Dus dat zien we vooral eigenlijk al aan de voorkant, aan de manier van schilderen, decoreren, de gele rand eromheen. Het was helemaal in de mode, in de smaak op dat moment. Punt is dat er natuurlijk wel veel bordjes zijn gemaakt en ook nog veel bordjes van over zijn. En dat zie ik eigenlijk ook al aan de meneer die hier achter u staat. Die heeft ook alweer zo'n bordje bij zich. Mag ik deze er even naast houden? Kijk, en dan zien we eigenlijk een beetje hetzelfde type. Ja, ja. Het is natuurlijk weer iets anders gedecoreerd. Nou,
Nou, alle twee, zowel van u meneer als van u mevrouw. Delftse aardewerkbordjes, tweede helft van de 18e eeuw. 1770 ongeveer, 1780 misschien. En een waarde van €150 per bordje. Oh, dat is toch leuk. Ja, dat doe ik ze niet voor weg. Heel goed. Het hoort bij ons thuis. Geniet er nog vele jaren van. Dank voor de moeite. Alsjeblieft. Ja. Ik geloof niet dat ik me kan herinneren dat iemand eerder zo'n mozaïek meegenomen heeft. Hoe bent u daaraan gekomen? Ik heb het van mijn vader geërfd. Het is een heel mooi stuk en het komt uit Venetië. En er was een advocaat, meneer Salviati, en die keek naar de San Marco Basiliek en zag dat daar allemaal mozaïeken in waren. En die mozaïeken die brokkelden langzamerhand af. En hij maakte zich daar vreselijke zorgen over en hij is die mozaïeken gaan repareren. En uit dat repareren kwam steeds meer. Hij ging toen niet alleen maar mozaïeken repareren, hij ging ze ook zelf ontwerpen. En hij werd al snel over de hele wereld beroemd, of zijn bedrijf dan. Vooral in Engeland. Ik weet dus ook niet 100% zeker of dit een mozaïek is dat door Salviati gemaakt is. Maar het doet er wel heel erg aan denken. Het is dus glas. Het is opgebouwd uit allerlei kleine blokjes glas in heel veel verschillende tinten. Dus ik denk dat het ongeveer 100 of misschien wel 110, 20 jaar oud is. Waarschijnlijk gemaakt voor een kerk, misschien in Nederland. En op een gegeven moment als zo'n kerk dan wordt afgebroken, worden de kunstwerken eruit gehaald en weer afzonderlijk van elkaar verkocht. Je ziet deze dingen dus bijna nooit los. Het is ook moeilijk om er een prijs aan te verbinden, maar ik zou zeker willen zeggen dat die €1000 waard is. Dat is mooi.